Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is een beetje gehorig, want ik zit nu bij een beachclub dit te editen, dus ik hoop dat jullie mij goed verstaan. Maar ik begon deze ochtend best wel lekker vroeg, want ik werd al vroeg wakker. Dus ik ben eventjes lekker mijn haar gaan doen, omgekleed, alvast mijn tas ingepakt voor het strand. Dat is eigenlijk hoe ik elke dag begin. En ik wilde dus echt super zachtjes doen, want Biba en Sterre die sliepen allebei nog. Die waren vandaag ook vrij, dus die wilden gewoon even lekker uitslapen, wat ik helemaal begrijp. Maar het is best wel gehoorig in het huisje, dus ik probeerde echt heel zachtjes te doen. Nou, met haar was dus echt niks meer te maken. En ik heb maar even een laag start in gedaan en een petje opgedaan. Wat ik er op dit moment echt niet vond uitzien. Maar goed, op dat moment voelde het denk ik wel goed. Koptelefoon op en gaan, want ik ging dus naar de gym. Ik ging lekker sporten bij Blue Max. Daar heb ik een abonnement genomen. En ik heb het afgeleid hier. Ik zit lekker bij de beachclub. Maar goed, ging ik even één cracker eten. Ik had best wel een beetje honger, maar ik wist dat ik daarna na het sporten ging ontbijten bij een tentje. Dus ik dacht, ik ga niet te veel eten. Dus ik heb gewoon één cracker genomen, zodat ik een beetje een basis had om op te kunnen sporten. En natuurlijk water met ijsklontjes, want dat heb je hier wel nodig. En toen daarna ben ik naar de gym toe gegaan. Lekker rustig ochtendje. Een hele goede morgen. Ik sta nu voor het appartement bij Biba. En ik was weer lekker vroeg wakker, dus ik ga zo meteen sporten. Ik probeer al 3 dagen te sporten, of 2 dagen. En elke keer komt het er niet van. En nu ga ik echt. René en Vanessa die gaan ook sporten, dus ik zie hen daar. Naast de sportschool Blue Max zit ook een heel leuk ontbijtcafeetje. Dus daar gaan we dan daarna even wat eten. En dan gaan we vandaag bij Zanzibar liggen, geloof ik. Is iets minder luxe, heb ik gehoord, maar wel heel gezellig. Dus vandaag gaan we daarvoor. En ja, ik ga jullie vandaag lekker meenemen in een dagje Curaçao, hoe dat er een beetje uitziet. Ik hoop genoeg content voor jullie te hebben. Dus. En toen ging ik lekker naar de gym toe. Dit is trouwens het appartementencomplex waar ik verblijf. Dit is waar mijn nichtje Biba dus verblijft voor 6 maanden. Het heet Girasol Apartments en er zitten echt alleen maar stagiaires in. Toen dus in de gym. Dit was de gym. Hij is echt super mooi. Alleen wel een beetje klein voor het aantal mensen. Want het is wel echt een hele druk bezochte gym. Maar goed, ik heb hiervan geleerd dat ik dus niet tussen 8 en 9 moet gaan. Maar gewoon rond 1 uurtje of 9. Want dan zijn de meeste mensen wel geweest. Ik was samen gaan gymmen met Vanessa en René. Die kwamen iets later. Toen was ik op een gegeven moment klaar. Toen ging ik alvast bij Bliss de Berry zitten. Dat zit dus echt naast Blue Max, de gym. En toen ging ik daar ontbijten. Ik had een koffietje besteld. En lekker met karamel, ijskoffie. En ik zat even te wachten op Vanessa en René tot zij klaar waren. Want ik was wel ietsje eerder klaar, omdat ik ook wat eerder was begonnen. En het was echt kapot. Dus dat zat ik hier te doen. En ik had ondertussen al gekeken wat ik ging eten. En dat was dit lekkere broodje. Ze hebben hier echt zulke lekkere dingen. Echt een aanrader als je hier komt. Heerlijk. Oh my god, het is een sauna in deze auto. Halleluja. Oké. Ik heb net lekker gesport en ontbeten, of geluncht, hoe je het ook wil noemen, bij Bliss the Berry. En ik vind het geweldig. Ik ben echt een uber toerist, want volgens mij zit echt iedereen die hier op vakantie is, die komt daar. Maar ik, I don't care, ik vind het heerlijk. We gaan nu naar Yantil, we gaan bij Zanzibar liggen. En Vanessa en René die zijn ook onderweg, die rijden denk ik achter mij aan. De meiden liggen er al, die hebben lekker bedjes voor ons gepakt, dus. Zo, de meiden liggen lekker hier bij Zanzibar. En het is zo warm vandaag. Ze zitten hier lekker te eten. En het is weer hartstikke gezellig. We zitten lekker onder de palmboompjes. En ik heb net lekker een podcastje geluisterd van Onnedi. Vind ik heerlijk. Lekker moordkastje.
En ik heb nu even een salade besteld. Ik heb echt fucking erg honger. En ja, ik ben echt de hele tijd gewoon in de zee. Dan ga ik opdrogen, dan ga ik me insmeren, dan ga ik liggen. En dan totdat ik het niet meer trek, dan ga ik weer in de zee. En dan herhaalt het riedeltje zich. Dus ik heb echt een heel zwaar leven op dit moment. Nou, deze douches gaan weer. Bye douchie. Doei douchie, met blaasjes. Wij gaan zo lekker naar happy hour. We zijn nu op Jantiel, we gaan dadelijk weer naar Mambo. Daar is happy hour bij beachclubs of zoiets, zeggen ze. En dan moet ik ook tussendoor nog even Marleen ophalen. En vanavond wil ik echt trucje van eten. Ik moet en zo trucje van eten. Iedereen zegt wat lekker is, dus ik moet het gewoon hebben. Deze denk ik beter voor jullie. Lekker loempia's. Liggen jullie lekker in de schaduw? Lekker joh, heerlijk. Tomaatjes. Vanavond ben jij een daddy en ik heb je kerpij. Ik ken de tekst niet. Hola douchi. Bambini. Hoppiebon. Hola. Hebben we er een beetje zin om? Ook zeker. Wat gaan we doen? Vanessa. Ik hoop vieze dingen. Que é isso? Nossa. Nossa. Nina, we're coming for you. Nee, Bambini, had je moeten schuiven. Nee. Dit is de lobby bij Girasol. Kijk, dit is de entree. Nou, dit is Biba der Hal. En dan heb je mijn suite links. Kijk, dit is de trap naar het terras boven. Dakterras. Dit is de wc, dan hebben we hier de sauna. Als je hier naar beneden gaat, heb je Biba er zwembad. Hey, wat top. Hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Oh, wat een luxe. Oh, hier kom ik mijn content maken. In deze badkamer. Lina. En je uitzicht. Ik heb echt een goede kamer. Maar ik kon niet klikken waar je wilde. En toen zei ik op een hoek met mooi uitzicht. Dus ze hebben daar rekening mee gehouden. Okay. Heel leuk. Nou, we sluiten af met Mackie. Mijn ontbijt, want het is alweer 6 uur. Lekker hoor. Marleen is ook lekker door. Ga je dan met dat meisje die vlog?